Het COVID-19-virus heeft wereldwijd effect op de economie. Ook in Suriname zien we dat het virus zorgt voor inkrimping van de economie. Dit zei de ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Swami Girdani, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij gaf aan dat bepaalde bedrijven hun deuren reeds moeten sluiten en dat mensen hun banen kwijtraken. Ook is de koopkracht door de COVID-19-crisis verder afgenomen. Hij zegt dat vrijwel elke sector onder de effecten van de crisis leidt. We lezen in de krant dat bedrijven die moeten sluiten, maar ook andere bedrijven. Ik bedoel, die voorbereidingen treffen voor de volgende dag. Als we kijken naar landbouwbedrijven, boeren, ja. die oogsten in de middag en dan hun groenten naar de man brengen voor de volgende dag op de markt. Ja. De effecten zijn er. Hoe gaan we daarmee om? Welke maatregelen worden getroffen door de samenleving? En de overheid moet daarin het voortouw nemen, samen met bedrijfslevenorganisaties, de VSB, de ASFA, de boerenorganisaties, andere werkgeversorganisaties en ook de vakbeweging. Hoe wij deze crisis in economisch zin kunnen overbruggen. Er moet eigenlijk een hele reddingsoperatie worden uitgezet, een reddingsplan moet worden opgezet, ja. Hoe wij dit allemaal zullen overbruggen. En de effecten zijn zwaar, zeker voor de lage inkomensgroepen. De overheid moet ook kijken naar haar uitgaven en haar inkomsten. Daarin zal er ook een verandering optreden. De uitgaven zullen zeker toenemen als het gaat richting volksgezondheid. Maar als we kijken naar de inkomstenkant, zal die waarschijnlijk afnemen. Girdani zegt dat mogelijkheden gezocht moeten worden om bedrijven te ondersteunen, zodat ze hun loonkosten kunnen betalen. Daarnaast moet de overheid proberen haar uitgaven te verminderen. We moeten kijken naar 1. Hoe kunnen de loonkosten van bedrijven verminderen? Daar kunnen bijvoorbeeld de belasting als instrument gebruikt worden. Uitstel van belasting of verlaging van de belastingen. Dat zou wel zorg dragen voor vermindering van de overheidsinkomsten. Maar we moeten gezamenlijk kijken, want dit vergt een gezamenlijke aanpak. Ja. COVID-19-crisis moeten wij gezamenlijk oplossen. Gezamenlijk aanpakken. Mensen van En hoe gaat Suriname dit aanpakken? Hoe denkt u dat Suriname dit zal aanpakken? Wij van de VES stellen voor. Ja? Dat de overheid daarin het voortouw moet nemen en alle maatschappelijke groeperingen, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties moet uitnodigen in acht genomen lockdown en social distancing en een plan moeten opstellen. Hoe denken wij, als het 3 maanden duurt, om de negatieve effecten, die COVID-19, dat bovenkomt vanwege het overheidsbeleid van de afgelopen jaar, hoe wij dat allemaal kunnen aanpakken? Swami Girdani, ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.